Vandaag werd pijnlijk duidelijk hoe hypocriet de PVV, de VVD en het CDA zijn. Denk wordt altijd verweten dat we de lange arm zijn. Dat we hier geld krijgen van buitenlandse partijen. Geen geld meer uit het buitenland voor politieke partijen in Nederland. Niet hier in het hart van de democratie. Voorzitter, onder stemmingen bij 14, motie 32, over het verbieden van buitenlandse financiering van politieke partijen, zoals bekend ook de lange arm motie, willen we een hoofdelijke stemming, zodat de burger kan zien wie voor de lange arm gaat. Onze Selçuk Öztürk die vroeg een hoofdelijke stemming aan, want wij zijn voor transparantie. Wij willen laten zien aan de mensen thuis hoe er hier gestemd wordt. Agnes Mulder. Nijkerke de Haan. Fritsma. Voor de motie hebben 69 leden gestemd, daartegen 72. De motie is verworpen. De PVV was tegen de motie. Die wil dus wel geld uit het buitenland. De VVD, die elke keer verwijt dat hier de loyaliteit ter discussie staat, die zegt ja, wie zijn dat nou precies? Die was tegen de motie. Die willen gewoon geld uit het buitenland. Het CDA tegen de motie. En daarom heeft dit niet gehaald. Het is dus dankzij deze partijen dat er hier in Nederland geld van buitenlandse partijen naartoe komt. De PVV ontvangt in ieder geval 110.000 euro van het Horowitz Center uit Amerika. Een van de grootste propagandische partijen tegen de islam. En dat willen ze ook zo houden. Wij zijn voor politiek die onafhankelijk en die gewoon hier in het hart van de democratie plaatsvindt. Geen financiering, geen geld. En toch zijn al die partijen erop tegen. Zullen wij dan ook maar op zoek gaan naar buitenlands geld?